Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Ik heb me even geschoren, ik heb me even gedoucht. Ik ben helemaal fris en fruitig. Samen met Maiwen, die ziet er ook weer prachtig uit, ongelooflijk. Maiwen die doet mij na, mijn hele intro. Ja. Je kent hem ondertussen al uit je hoofd. Hoeveel intro's heb ik wel niet gedaan terwijl jij erbij bent? Heel veel. Het leek net alsof je er klaar mee was, dat je zo liet vallen. Maar ja, dat wou ik ook doen. Welke vlog zijn we nu eigenlijk? Bij vlog 3300 nog wat. Ziek, hè? Ja, niet normaal. Goed. Volgens mij was de vlog dat ik jou leerde kennen op de kartbaan als iets van 1800 of zo. Dat is echt bizar. Dat is echt lijp, hè? Ja, dat is echt lijp. Dus toen was ik er natuurlijk niet dagelijks al bij vanaf toen. Nee, klopt. Ik denk dat ik inmiddels wel bijna 1000 vlogs, 1000 intro's gehoord heb. Ja, binnenkort, dames en heren, over een half jaartje, volgend jaar juni, dan heb ik mijn 10 jaar jubileum vloggen. Daar moeten we gewoon iets vets voor doen, 100%. Maar goed, Maiwen die heeft deze al gepakt. Die wil ze heel graag aandoen. Want dit is gewoon helemaal oranje. En dat vindt ze fijn, want wij gaan vandaag de wedstrijd bekijken. De allereerste wedstrijd van het WK. Nederland moet spelen om 5 uur vandaag. Dus daar gaan we sowieso heen. En daarom dacht ik ga de intro eventjes doen hier in de logeerkamer. Want ik heb hier een hele mooie la met allemaal voetbalitems. Kijk eens eventjes, ik heb het outfitje van FC Groningen hier liggen. Ik heb allemaal shirtjes, een hele oude trouwens van Ajax, echt een hele oude. Even kijken, wat staat er ook weer op de rug? Van der Vaart. Ja hoor, Van der Vaart, dames en heren, was ik helemaal fan van. En op die andere? Van der Vaart, tuurlijk, 2 keer, waarom niet? Even kijken, wat hebben we nog meer? Iets oranje. Kijk, wat hebben we hieronder? Wat hebben we hier, dames en heren? Ah, basketbalshirtjes. Basketbalhemdjes. Die is oranje, dat is leuk. Wat hebben we nog meer? We hebben ook sowieso voetbalshirtjes, zie ik hier. Kijk eens even. Die is perfect. Hoppa, knolpower nummer 4. Deze doe ik aan. Deze is echt perfect. Kijk hoe mooi die is. Ja, die is echt mooi. Ja, deze ga ik aandoen voor vandaag. Ja, lijkt ook op deze. Wow, yo. Wow, nu ben je net die zanger. Welke zanger? Ja, alleen die... Kijk eens naar hier. Alleen de middenkant moet nog zo gekruist zijn. Welke zanger? Ja, die ene Nederlandse zanger die altijd die bril op heeft. René, nog wat? Jawel. Oh, de kijkers die kunnen zich hier echt aan ergeren. Een man? Ja, is een man. Lijkt op een man. Nee, alleen die bril zo. Oh. Die heeft ook altijd zo van die doorzichtige glazen met zo'n bril die zo gekruist gaat. Zo woep. Ik weet het niet. Ja, waarom kom ik er nou niet op? Waarom kom ik er nou niet op? Ik zag deze liggen. Dit is gewoon mijn oude schaatsbril. Die lag daar. Ja, dat is wel een grappig brilletje zo. Swag. Oké, goed. We gaan even omkleden. En dan gaan we als eerste vandaag deze. Naar de nieuwe woning. Want bij de nieuwe woning, dames en heren, hebben we zo... Ja, deze is wel heel vet. Ja, hè? Bij de nieuwe woning hebben wij een nieuwe vloer. De eerste laag is gelegd. Dat heeft Maiwen al aan jullie laten zien. Maar ik heb het zelf nog helemaal nog niet gezien. En ik wil het wel eventjes zien met daglicht ook. Dus we gaan naar de nieuwe woning toe. En ik ben echt razend benieuwd. Maar ook naar de score van Nederland aan het eind van de dag. Ik ben ook heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Ja, ben jij razend benieuwd? Vind je dat grappig? Om mij zo na te praten en mij zo slecht neer te zetten? Hé, hey, nee, dat vind ik helemaal niet grappig. Nou, ik ga eventjes iets opzoeken. Want... Nee, niet alweer, man. Let op, kijk. Zanger met bril. Ja, daar hebben we hem. Oh, die. Kijk, René, Karst. Nee, jij zei René. Ja, ik zei René. Ja, je hebt gelijk. Zie je? Nee, dit was hem. Jij net. Van wat voor nummer is dat dan? Ik ken hem helemaal niet. Dat was Maiwen net. Nee! Dit was Maiwen net, met die bril. Ach, hem ken je wel, joh. Nee! Echt wel. Komt-ie. Ik luister geen Nederlands taal. Hier. Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Zo gaat hij toch? Ja, dat is hem. Of Atje voor de sfeer, voor de sfeer. Echt, ook van hem. Atje voor de sfeer. Die hebben allebei 17 miljoen streams op Spotify. Oh. Het is niet normaal. Wat een legende. Nou, dat is dan wel een compliment dat ik op hem lijk. Ja, je bent succesvol artiest. Gefeliciteerd. Bedankt. Stevige handdruk. Kom, we gaan er vandoor. Ik heb wel weer kan niet wachten. Ik heb wel weer het gevoel dat dit zo'n dagje wordt dat wij de hele dag weg zijn van huis. Het wordt dan misschien wel een beetje hetzelfde als gisteren. Om 10 uur in de ochtend weg en waarom 11:30 pas thuis. En nu wordt het ongeveer hetzelfde. Leg een kuiltje. Wil jij ook? Dit wordt denk ik weer een beetje hetzelfde. Maar alleen maar leuk, want we hebben genoeg te doen. En kijk eens wat ik hier heb.
Die moet ik nu niet vergeten, want gisteren met schaatsen was ik hem vergeten in de deur. Maar dat gaat nu geen tweede keer gebeuren. Die nemen we vandaag gewoon lekker mee. Wat ga je meenemen? Lieve, ben ik in de keer. Mijn microfoon. Oké, random. Ja, nee, verder hoeft niks. Hebben de auto op slot. Zo, dames en heren, ze zijn er weer. Bezig met de vloeren. Oh, kom eens, schat. Ik ben zo benieuwd, hè? Waar moet je aan denken als je dit ziet? Schudden op die trilplot. Hem, schudden op die trilplot. Ah, oh my god. Oh, wow. Wow. Wat is het hier mooi. Oh mijn god, het is zo mooi. Wow. We moeten onze schoenen uit, kijk. Serieus? Moeten we onze schoenen uit? Moeten we onze schoenen uit? Oh, ja, graag. Ja. Ja, schoenen uit? Er stond nog helemaal niks van daar beneden. Hoorde je me niet enthousiast zijn? Nee, we hoorden echt helemaal niks. Moeten we hier op sokken lopen dan? Kan dat? Of kunnen we deze aan? Ja, ik heb vieze schoenen. Wel van buiten. Ja, is best vies. Ik is die blauwe schoenen hebben. Kunnen we toch gewoon op sokken? Dat is toch niet erg? Sokken of deze gewoon. Oh ja. Oh. Ja, beter. Hoe gaat het hier? Goed. Ziet er echt nu al nice uit. Ja, heel mooi. Ja. Heel mooi. Ik ben echt benieuwd. Ik ben echt razend benieuwd. Zo, dat is wel slim. Oh, heel nice dit. In het zwembad van vroeger. Ja, of in het ziekenhuis op een bepaalde afdeling. Ja, superman, dankjewel. Hoppa. Oh ja, nu ga ik weer op het vieze staan. Ja, jij doet die handen. Nee. Ja, dan moet je gewoon echt afdelen. Ja. Ja, hoppa. Ik veeg het even af. Kijk eens, dames en heren. Dit is dus het voorwerk wat ze doen. Wauw. Het ziet er zo strak uit. Echt mooi. Oh, het wordt nog veel, veel mooier, hè? Dit is niet eens de kleur die uitgevoerd. Nee, dit is de onderlaag inderdaad. Dit is niet hoe het wordt. Je ziet aan de zijkant dat het ook nog een beetje schommelt, zeg maar. Dus het is niet heel strak, maar dat maakt niet uit, want er komt dus nog een laag bovenop. Maar jullie zien nu ook dat er allemaal stekkerdozen in zitten. Volgens mij had Mayon dat ook wel laten zien op al heel veel plekken. Net zoals hier. Dan zie je allemaal verschillende scènes die je kan aanklikken. Het gaat wel heel erg galmen met alles wat ik ga vertellen. Nou ja, dat komt gewoon omdat alle kamers, er staat niks in. Hier moeten we even overheen stappen. Zo. Maar kijk dan. Dit is heel fijn. Heel erg fijn. Deze kleur vind ik ook best mooi. Ja, maar ik ben benieuwd naar de uiteindelijke kleur. Wow, dit is zo fijn. Yes! Echt nice dit. Echt heel nice. Heel erg fijn dit. Heel erg fijn. Ja, ja, ja. Nu een dubbele. Ik wil kaas. Nee, hij is niet kapot, gelukkig. De vloer wel. Ik ga het zeggen. Nee, hij is niet kapot. Hij doet het nog. Dit hoort alleen afstandsbediening. Die kan je erin klikken. Kijk, oké. Hoppa. Niks aan de hand. We gaan eens even beneden kijken. Ik ben benieuwd. Da-da-da-da. Zo, kijk dan. Oh, wauw. Zo, het ruikt hier ook lekker, zeg. Het ruikt lekker. Ja, vind ik wel. Hele dikke pantoffels. Nou, dan gaan we eventjes naar boven. En dan gaan we daar even koekeloeren. Want boven hebben ze dus allemaal al gedaan wat ze nu dus beneden in de kelder aan het doen zijn. Hier kunnen we dus nergens overheen lopen. Zo. Kijk eens eventjes. Heel fijn. En dit is dus de epoxylaag, toch? Waar hij het over had. Ja. Zo. Het ruikt ook, hè? Lekker. Moet je ruiken? Nee. Ik wist niet dat ik doen. Dat zou ik nooit doen. Wel grappig als jouw neus hier erin zit. Kijk daar om het hoekje. Nou, ik ga even om het hoekje kijken. We kunnen dus niet verder dan dit. Maar even om het hoekje. Zo. Wat? Wow. Dat is echt mooi, hè? Dit is zo fijn om te zien. Oh, wow, check dan. Wow, dit is echt heel fijn. Kijk hoe mooi. Wauw, heel erg nice. Het glimt helemaal mooi. Daar ook helemaal heen. Ja, ze hebben dit natuurlijk helemaal perfect uitgewerkt. Helemaal van achter naar hier, steeds meer hier. En uiteindelijk dat je hier klaar bent. Dus het is echt, echt heel erg nice. We hebben een
timelapse beneden aangezet in de kelder. Dus dan gaan jullie de andere helft van wat ze nog niet hebben gedaan, gaan jullie nu te zien krijgen. En dan met een lekker muziekje eronder en dat het zo... En in één keer is het helemaal klaar. Dat vind ik echt super satisfying. Maar je krijgt er ook altijd leuke berichtjes op timelapses. En hier beneden gaan ze dus vandaag ook nog afmaken. Dus wat je hier allemaal ziet staan, de ongelooflijke veel tonnen met epoxy, dat gaan ze nog allemaal gieten op de vloer. En hier ook, ja, alles waar je zeg maar deze zandkleur ziet, daar komt nog die laag overheen. Maar dit voorwerk is al zo ontzettend fijn om te zien. Echt heel erg fijn. Zo, het gaat snel hoor, zo te zien. Kijk dan joh. Schoentjes gaan we uit, of althans, kijk dan, er komt echt veel zand van je schoenen af hoor, zie je dat daar? Kijk, zie je, anders lag dat allemaal op de vloer. Dus dat is perfect. Zo, daar gaan we. We hebben ook meteen nog eventjes wat foto's gemaakt voor de Black Friday, dames en heren, die er aankomt. Sterker nog, als je deze vlog bekijkt, dan zul je zien dat op knolpower.nl echt de grootste actie ooit van Knolpower gaande is. Dus ga snel naar knolpower.nl en besef eventjes de 30% korting op alles wat op Knolpower staat, behalve de nieuwe collectie van Knolpower. Dus de nieuwe collectie voor de normale prijzen en verder alles 30% korting. Dus check het op knolpower.nl en maak snel gebruik van de Black Friday korting die we hebben op de website. Oh, wij zijn VR, hè? Ja, wow. Hey. We zijn VR. Nee, ik draag dit dagelijks. Knollen gang, man. Yo. Ja. Nice, een mooie kerstboom heb je, wow. Ja, die is echt heel sick. Ja, super vette piek ook. Dat ben jij gewoon. Ja. Jij bent ja, de piek. Binnen. Check dan. Milan is gewoon de piek. Ja, cool gemaakt, hè? Ja, met allemaal camera's erin, fotorolletjes. Ja. Elisabeth heeft het dus helemaal gedesigned. Die is hier 6 uur mee bezig geweest. What? Helemaal gek. Maar wel heel vet, want kijk, die fotorolletjes zijn de slingers. En dan heb je hier nog van die losse dingen. En boven elke camera zei ze, kijk hoe leuk, schat. Daar hangt een vogeltje. Lach eens naar het vogeltje. Superleuke dag. Ja, dat is wel echt heel vet. In. Ja, er zit gewoon een fiets in hier inderdaad. Ja. En hier gewoon nog zo'n oude camera. Ja, het zijn allemaal oude camera's. What? Heel vet, man. Die heeft ze allemaal daar uit die kasten. Ja, joh, die fotorolletjes inderdaad. Superleuk. Zo oud. Cool, hè? Ja, man. Heel vet. Ja, vond ik ook wel een leuke dag. Echt leuk gedaan. En hier ligt mijn allereerste camera. Die zit er ook in. Dat is ook oude oldschool natuurlijk. Wow, dat is gewoon jouw oude camera. Ja, daar heb ik de allereerste video mee opgenomen. Oh, sick. De allereerste YouTube video. Maar wat voor VR games speel je? Ik ben nu net aan het testen. Ik ga zo meteen VR opnemen. Clash of Chefs heet dat. En dan moet je koken. Ja, ja. Dan ben je een chefkok. Lachen, man. Moet je koken met VR. Dus ik was net even aan het testen of de opname al werkt. Geen lag. Ik heb een microfoontje hier. Nice. Even checken of alles werkt. Dus... Professioneel, man. Je hebt ook al zo'n mooie slofjes aan. Ja. Die mensen die nu bezig zijn in een nieuwe woning hebben ook slofjes aan. Ja, voor de vloer. Ja, voor de vloer, ja. Het ziet er echt lachen uit. Dat is mooi geworden. Ja, bro. Dus wat ze nu aan het doen zijn is echt sick. Ik zei al, van, jullie hebben echt mooi werk als het aankomt op zeg maar de fase van een nieuwe woning. Of de fase van een bestaande woning. Gewoon überhaupt. Omdat zij komen eigenlijk op het moment dat alles al klaar is, behalve de vloer. Ja. Snap je? Dus de muren zijn gestuukt, geverfd, stekkerblokken zitten erin. Eigenlijk is bijna alles af, behalve zeg maar het interieur. Ja. En dan, ja, de vloer moet nog gedaan worden. En dat doen ze eigenlijk als laatst. Ja, dat dus, is mooi werk. Voor hun is het echt super satisfying om dat allemaal te doen. Ja. Dus ja, dat is echt nice. Dus daar ben ik heel blij mee. Nice. Je hebt geen broek aan? Vet. Ik heb geen broek aan, nee. Ja, vet. Dus nog geen week geleden, ik maakte die grap ook bij Myron. Ja. Zo zie je dezelfde knolhumor. No! Ja, ja! Nee! Hallo! Oh,
Oké, Noël is er ook bij, dames en heren. Die gaat niet alleen mee later vandaag naar het voetbal. Maar wij gaan ook even wat leuke dingen uitpakken. Ik ben net gepist. Althans, ik wil vastgaan met deze haal. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat we leuke dingen gaan tegenkomen. Oké, laten we eventjes naar de nieuwe woning gaan. En dan gaan we beginnen, dames en heren. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Doe nog even één keer een trucje. Wat doe je ook wel als je naar je zin hebt? Ja, dat is echt keihard. Die moet je me echt even leren, man. Oh, ga ik doen. Oké, nice. Nou goed, we gaan in ieder geval naar de nieuwe woning. En dan maken we de bus even open. Nou, dames en heren, de studio die is nu aan de beurt. Ze hebben de stofzuiger even meegenomen voor het laatste beetje zand wat er binnen ligt. Van de voetafdrukken. Maar goed, studio. Die wordt ook echt super satisfying. Dat weet ik 100% zeker. Dames en heren, hier hebben we de bus. En die knallen we even open. Want deze bus die zit dus nog helemaal vol met alles van de veiling van de garagebox. Mochten jullie die vlog gemist hebben, dan zou ik zeggen, check hem nog even. Linkje staat in de beschrijving, want dat is echt een geniale vlog. Dan maken we hem even open. En dan gaan we hier aan beginnen. Dit wordt een aardig karweitje. Ik denk niet dat we dit in één dag kunnen doen, eerlijk gezegd. Als we ook nog naar het voetbal gaan. Maar we gaan er in ieder geval een beginnetje aan maken. En we gaan ook alvast even een selectie maken van wat we houden en wat we wegdoen en wat we gaan verkopen. Dus ja, dit wordt hartstikke leuk. A few moments later. Ja, fijn dat er een bakje zit. Oh my god, ik laat die doos vallen. Allemaal schroeven op de grond. Ja, gaan we voor de verbouwing. En die ladder zat er ook gewoon bij, hè? Het is gewoon een goede ladder. Prima ladder verkopen. Ja, dat is gewoon een goede ladder. Ja hoor. Zullen we wedstrijden doen die lang zo op kan blijven staan? Zonder dat hij ergens te graag staat. Hij staat al vast. Oh nee. Ja, is goed. Willen jullie toevallig een ladder? Nee, dankjewel. Oh, okay. Gast. Laat ze werken. Willen jullie toevallig een ladder? Oké. Wie het langst erop kan blijven staan. Ja? Ja, in deze houding. Ja. Oké, in deze houding. Zet twee treetjes omhoog. Zo neer, oké? Okay? Ja, maar je mag gewoon zo bewegen, hè? Hoe bewegen? Zo. Doe jij eens voor dan. Oh, dat zakt nou in, hè? Oh, oh. Ja, zal ik een timer zetten? Ja? Tel jij maar af zelf. WK ladder. WK ladder staan. 3, 2, 1. Go. Zo, dat was 1,7 seconden. Verbreek dat maar eens even, jongen. Je krijgt maar één kans. Oké, okay, beter. Oké, okay. 3, 2, 1. Go. Nog minder. 1,6. Lach aan jouw vinger. Nou, doe je best. Ga je af? Ja. 3, 2, 1. Ja, gebroken. Oh ja, dik. Twee keer af. Laten we zien. Het is 3,45, maar ik was langzaam met klikken. Nog een keer. Kan die? Ja! Ik gaf alles, hè? Je zag het. Ja, hey, 4 seconden. 4 seconden, dames en heren. Hij doet dat wel beter. Nou, ben je blij met het wedstrijdje? Ja, was leuk, jongens. Volgende. Stofzuiger. Nee, we hebben hier een box, maar... Oeh. Er zitten cd's in. Oelala. Wat zit erin? Super oldies. Deze ziet er wel heel erg leuk uit. Dit is... Zo, 15,95. Ja. Gulden, denk ik. Cucamarcha. La Cucamarcha. Cucamarcha. Ken ik niet. Ik ook niet. Zal dat wat waard zijn? Frans Bauer! Wee, kijk nou, wat een held. Maan. Frans Bauer. Wow, dat is Elisabeth. Staat er ook bij. Maan, zegt hij. Hij lijkt het toch wel. Ojojoj. Zo, kijk dan. Top 100 alle tijden. Al cd'tjes erin. Deze kunnen we gewoon meenemen in de auto. Ik heb gewoon cd-speler in de auto. Die niet meer. Die kunnen we niet meer meenemen. Ja, dat is toch vet. Zullen we die erin doen? Vet. Leggen we die apart voor de auto als we naar Nederland gaan? Ja, man, doen we. Als we naar Nederland gaan. Naar de wedstrijd. Oh, hier, wacht. Ja. Ik heb nog één. Hollands goud. Ja, die draaien we. Die draaien we ook. Zo, de Beatles. Rare foto's en interview cd. Limited edition. Ja, ja. Kijk eens. Dit is wel sick, hoor. Limited edition van de Beatles. Zo. Dit is handig voor in de tuin, hè? Zo'n heggenschaarknipper. Die doet het ook nog. Dat weet ik nu al. Wedstrijdje. Dit is wel zijn heggees. Ja, mooi. Die kan je nog wel... Voor je trui. Ja, schapenwol. Ja, dat wel. Nee, maar deze kan je eigenlijk verkopen, hoor. Deze gaan we verkopen. Jongens, hechtschaar? Ja, maar hij is ook gewoon draadloos, hè? Je laat hem op en je gaat. Wow, kijk, dit is kunst. Nou, die mag je hebben. Dankjewel. Dit is gewoon kunst. Waar is de afvalbak?
We hebben hier een gloednieuwe lijst. 40 bij 50. Oh, weggewerkt. Nee, bewaren. Wat hebben we hier, dames en heren? Dit is echt handig. Een gereedschapkist. En die kan je kopen met inhoud. Ja, maar ja, een gereedschapkist is een gereedschapkist. Met inhoud. Ja, wat hebben we hier? We hebben een doos. En in die doos zitten boekjes. Hier, blokfluit spelen. Ja. Samen blokfluit spelen. Ja, ik heb een blokfluit. Bewaren. Even kijken. Dit speelden wij vroeger. Ja! Wow. Wow, dit is nostalgie loco. Ja. Oh. Hier komt ook de inspiratie van dat nummer vandaan. Loco, locomotief. Oh, maar dit moest je toch omdraaien? Tjoe, 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 tjoe. Tjoe, 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 tjoe. Gaat die? Ja, die kleuren. Ik weet niet hoe dat gaat. Jij wel? Je moest zo'n vormpje maken. Ja. Potje spelen? Kijk, 6. Oké, kaart 1. Ja, dat was hem. Oh my god. Ik snap wel steeds niet, hè? Ja, zoiets moest het. Dan moest je dit hier doen. Oh, 3 zonnen. Ja, zoiets of zo. Ik weet het ook niet meer. 6 huizen. Maar dit was voor rekenen inderdaad. Maar dit is echt van lang geleden, hoor. Oh, leren, oefenen, controleren, ordenen. Ja, man. Ziek. Lijp. Hoeveel ziektes jij nu op hebt gehoord? Nee, bro. Er heeft nog nooit iemand op gespeeld. Hij is gloednieuw, dat zie ik. Doe jij eens. Moet hij ook om? Ja. Hey! Nee, gast, daar ga je niet aan zitten. Blokfluit spelen. Doe normaal. Gast. Hey, fantastisch! Fantastisch! Lekker! Oh. Wat hebben we nog meer? Allemaal speelgoed. Hé, hey, dit is Feliciano. Van de hagelslag. Om neemt op te eten. Hé, hey, hier. Superkoop. Jeetje. Nah. Nah. Niet normaal. Kijk hoe klein ik jou oppak. Het is zo schattig. Het is zo schattig. Wat zit er nog meer? Oh, een eitje. Oh. Nee, dat is iets van... Is een stempel. Oh, stempel. Vandaag op Bert Duck. Kijk dan. Oh, vet. Zie je dat? Ja. Wil je ook bij de dag bij de club? Ja. Kom maar. Oh, thanks, man. Ja, die staat erop. Lekker. Ja, dit is gewoon... Okay, Singapore. Heb jij een toiletrolletje nodig? Wat? Toiletrolletje. Oh. Hey, weet je wat dit is? Nou? De supermarkt had ooit zo'n actie en dan had je alles in het klein. Dat is dit? Ja. Dat zou maar goed kunnen. Kijk hoe lief. Ja, maar dat kan zeer... Kijk, zelfs een bonuskaart. Oh, zie. In het klein. De supermarkt. Ja, kijk dan, een beschuitje in het klein. Maar weet je dat dit soort dingen echt veel geld kan zijn? Ja, ik heb dat nog, geloof ik. Zie je? Ja. Dat is allemaal. We zijn rijk. Hey, trekker voor Luciano. Kijk dan, wasmiddel. Kijk, koffiezakje. Het is zo schattig. Kijk dan, vissticks. Pak je vissticks. Oh, lief. Hoe fijn is dat? Wil je bewaren? Ja, bro. Kijk, ga je vanavond lekker... Kijk. Blikje Fanta. Ja, ga je vanavond lekker spelen, ja. Jongen. Kom maar. Ja, die houden we apart. Die erbij. Oké, wat hebben we in de volgende doos? Kijk, we hebben hier dus domino stenen. Ja. Wat hebben we nog meer? Een tas. Dat is altijd weer spa... Ah, een tas met een blikjesopener. Of bier. Oh nee, is voor kinderen. Kijk, Josephine. Een tas voor jou met een blikopener voor bier. Lekker. Voor halve blik Schultbrau voor op school. Oh, voor de pauze. Ja. Nee, maar... Kan toch niet, gast? Nou, altijd maar even kijken in het vakkie, maar Vakkie, niks in. Dat is kijk, dit zijn gewoon allemaal tassen voor boodschappen. Oftewel boodschappentassen. Weggooien? Oh, dat is nieuw. Die kan, nieuw. Wordt niet meer nieuw. Ja? Ja, ik wil weten wat voor tas het is. De waardeprijs gaat niet naar beneden. Doe je handtekening maar. Dat is gewoon een gloednieuwe schooltas. Ja, die is mooi. Oeh, die is wel... Die is drip. Die is drip. Oh ja, check 11 vakje, dat is eigenlijk wel slim, ja. Oh, staat je echt goed. Thanks, bro. Ja. Keihard. We gaan naar de eerste doos. Allemaal bananen. Bananendozen. Lekker. Even kijken, wat hebben we hier? Wow, dit is een goede tas. Hey, KP Active. What? KP Active tas. Ja, maar kijk dan. Ja, die is echt vet, man. Dit is echt perfect, man. Die kan je goed verkopen. Mooie tas, bro. Hij is helemaal nieuw. Wel liever van kopen. Oh, kijk dan. Hoe schattig is dit? Een servies set. Van wat zo, deze is oud. Kijk dan die kleur van die doos. Zo, die bestaat al heel wat jaren. Servies set. Met de kringloop?
Ja. Wel gaaf, hè? Ja, vet. Om op te hangen. Ja. Daar zou je van, hè? Zeker. Gaan we vanavond een bier of hey, hey, waar is die plek kopen? Oh nee, dat heb ik niet nodig. Die kunnen we meenemen naar de voetbal om bier te drinken. Atje, atje. Zo, maar kijk dan. Hier, dit is voor de bitterballen. Oh, lekker. Voor de bittergarnituur. Daar ga ik mee rondlopen. Zo, maar dit zijn mooie. Oh, ja, kijk dan. Het staat erop hier: Made in Holland. Maestrico Krikamp. Ja, dat is mijn miak. Ja, mooi. Een peer. Of is het een bong? De tweede doos, dames en heren. Zo, dit gaat echt lang duren, hè, zoals jullie doorhebben. Oh, servies. Ik hoor heel veel servies. Heel veel servies. Ja, vol met servies. Oh, niet alleen maar servies. Oh, oh, oh. Die bovenlaag moet weg. Wacht maar. Kijk. Kijk, wat? Hier waren we naar op zoek. De katjes. En kijk deze. Oh. Zo'n schattig katje. Voor jouw huis zetten. Zo. Dit is even jackpot. Dit is jackpot. Zo. Ongelofelijke oude kerstballen. Mond geblazen. Zo. Mond geblazen. Serieus. Ja. Je verbaas je hoe duur oude kerstballen kunnen zijn. Dat is echt zo. Dus bewaren. Ja bro. Dit moeten we sowieso bewaren. Kijk dan hoe oud die zijn. Zo. Kijk eens even. Belletje. Het is een hele oude. Oh, kijk dan. Hoe schattig. Met kerstmutje. Oh, even kijken, zie ik. Oh, een blok schuim. Oh, dan kun je de dingen insteken, hè? Oh, dit is zo fijn om te doen. Oh. Oh. Wil je ook een blok? Oh, samen, ja. Pot maken? Ja, zo drukken. Die het kleinste krijgt, ja? Het is zo fijn om hiermee te drukken. Die het kleinste heeft, hè? Alles ligt op de grond. Oh, wat zit hierin dan? Zo, het is echt oude kerstbal, hè? Dit was gewoon zo'n schoolopdracht. Als een kind van acht. Echt mooi. Echt mooi. Dit is de kerstdoos. Kerstdoos. Wat hebben we hier? Hey, kijk hoe schattig. Stoeltje. Voor popjes. Ja. Voor kinderen van vroeger. Maar dit is echt allemaal van dat speelgoed van vroeger. Hé, hey, dit was 50 cent. Hoe leuke slipper is dit? Voor in de winter? Pleister. Kist gevonden. Met pleisters. Vet. Zo. Dit zijn van die beeldjes. Dat kan nog wel wat waard zijn. Van die glazen beeldjes. Sommige mensen sparen dat. Ik spaarde dat vroeger ook allemaal van die glazen beeldjes. Dat is echt superleuk hoor. Alweer een kat. Dat is echt een kattenmens. Ja, het beweegt. Of niet? Ja, lijkt erop. Weer een kat. Miauw. Het zal eng worden in dat huis. Het is van hout. Prachtig. Miauw. Kijk, hier een olifantje. Zie je hoe leuk dat is? Schattig. Kijk, weer een kat. Ja, het beweegt. Dat is echt fijn. Ja, er zit een soort van dat lava in of zo. Oh, wat zit hierin dan? Oude postzegels. Nee joh, er zitten allemaal postzegels in. Zijn ze oud? 2016 met kerst. 2019. Ja joh, er zitten allemaal oude postzegels in. Dat is geinig. Het is wel 1 euro per stuk. Check hier ja. 3 euro. Ja, ja, klopt wel. Kijk dan. Hier nog veel meer. Snel, tientje bij elkaar. Ja, dat is echt duur hoor. December postzegels, 2016. Kijk even op die pot. 599 euro. Wat? Kan niet. Ja, maar wat is dit dan? Ja, er staat wel 599 op. Ja, of iemand heeft zelf die prijs bedacht. Huh? Maar er staat ook iets op, zie je dat? 599. Heeft iemand er ooit voor betaald, lijkt me. Ja, of een kreeg. Hij was even de weg kwijt. Ja, die moeten we even apart houden. Die laten we even waar, hè? Ja, interessant. Kijk hoe schattig. Hebben we een puzzel. Nog een puzzel met cavia's. Een puzzel van Donald Duck. En we hebben een puzzel... grenzeloos. Zo, een killer whale. Kijk dan. Ziet er wel een beetje creepy uit. Ja, dit zijn al van die perfecte bakken die je gewoon kan doneren aan de kringloop. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier sneeuwpoppetjes. Dat het hele huis stond vol met katten. Dat is niet normaal. Alleen maar katten, katten, katten. Hallo. Hallo. Kijk wat ik heb gevonden. Weet jullie wat het is? Een pomp. Een fietspomp. Kijk, doe ik hem even van het slot af. Gaat hij groot worden. Zo. Doe je deze aan je fietsband. Zo. Ja, ja. Kijk eens even wat een mooi oud ding. Techniek. Ziek, hè? Het is een hele oude dit. Echt een hele oude. En wat is dit? Black & Decker. Kijk. Staat hier Black & Decker op. Gereedschapkist. Jammer. Oké.
blarenpleisters. Super. Voor Joelle, als ze de 75.000 stappen gaat doen. Snapte. Perfect. Denk je er een dikke stek uit? Ja, dat zal het zijn. Oh, zo. Oh. Wow, dit is ook nog een tas in één, hè? Kijk, weet je, jij ziet al als portemonnee, hè? Ja. We worden geschoten, jongens. Zo, die veilig hier. Vette tas. Hè? Heel dik. Even kijken. Zo, we hebben hier gewoon een gloednieuwe puzzel. 1000 stukjes. Cornelis Jetses. Wat doet poes? Ja, het moet natuurlijk weer over katten gaan. Ja, deze is helemaal nieuw. Is toch top? Waarde. Verkopen. Een fun. Zo. Carmen. En natuurlijk weer katten. In de vorm van een schelp. En weer katten. Deze vrouw had zoveel katten. En alweer een kat. Wow, het is niet normaal hoeveel katten deze vrouw had. Oh my god. Oh my god. Het gaat gewoon maar door. En door en door. Niet normaal. Hey, oranje ballonnen. Ja. Voor vanavond. Hoe ziek is dat? Minimum. Wat een timing. Die hadden wij nodig. Ja, wat een timing, man. Versiering. Zo, dat is wel echt weer toevallig, hè? Nou, sommige mensen zeggen toeval bestaat niet, hè? Wat hebben we hier? Volgens mij is dit een kaars. Yep, dit is gewoon een gloednieuwe kaars. Dat zijn wel dure kaars hoor. 2,59. Super. Heel duur. Ja, het is wel gewoon een mooie kaars. Ja. Kijk, net als deze. Dat zijn gewoon nieuwe kaarsen. Voor 5 euro. Hier, ook nieuwe kaars. Ja. Wat denk je dat deze is? Een kaars. Ja, dit zijn allemaal kaarsen. Dat is wel echt leuk. Ja, een hele doos vol kaarsen. Ja, precies wat ik wilde. Ja, we hebben hier een doos met alleen maar cd's. Echt alleen maar, zoals je kan zien. De hele verzameling. Ik weet niet van wat, maar een verzameling. Nou, die gaan we natuurlijk niet weggooien, dat is zonde. Gooi hem weg. Nee. Grapje. Dit is nog helemaal nieuw. Allemaal fotolijstjes. Kijk dan, hier. Ook nog helemaal nieuw. Ook fotolijstje. Het is gewoon allemaal nieuw. Kijk, ook nieuw. Oh, dan beter blijven staan. Ook nieuw. Oh, ook nieuw. Allemaal fotolijstjes. Dat was hem. Denk het wel. We hebben hier weer een doos met allemaal spelletjes. Zo hebben we hier de valkuil. Weegschaal is ook een leuk spelletje. Ja. We hebben hier Pimpampet. Wow, maar dan de super Pimpampet. Wow, dat vind ik echt leuk. Ik vind Pimpampet echt... Oh, kijk eens even. Oh, huh? Dit is een hele andere. Wat? Huh? Wij kennen dat geloof ik heel anders, toch? Ja, dit is een hele andere. Woorden. Allemaal plaatjes. Nou, dit ken ik niet. Het is wel heel oud dit, zeg. Zo. Pac-Man. What? Wow, dit is wel echt heel leuk gedaan. Pac-Man. Spannend tot de laatste hap. Wow, dit is wel echt lachen, hoor. Hoe verzinnen ze het ook? Ook deze spookjes. Dit is wel echt geniaal. Wat is dit voor spel? Combi 4. Geen idee. Ziet er heel moeilijk uit. Kijk, hier hebben we een stoomreiniger. En die zit gewoon ook letterlijk in deze doos. Dus die kunnen we gewoon prima verkopen. Zo, deze is weer zwaar, hoor. Zo, kijk eens even. We hebben hier heel erg veel platen in zitten. Echt heel erg veel. Echt nice. Zo, non de ju. De ventielplaten. Zo, het jaar van de kreeft. Jeetje, wat een platen, hè? Het jaar van de kreeft? Ja, dat stond erop als titel. Zo, deze zijn echt heel oud. Veel inderdaad. Ja, niet normaal. Het zit helemaal vol. Kijk, dit is gewoon nieuw. Wat? Professional Inkjet Photo Range. Wat is dit, joh? Geen idee. Het is nieuw. En ook nog allemaal cd's hieronder. Apollo 100. 100 punten. 100 punten. Even kijken, wat zit hierin? Godsvis. Ja, hoor je. En een wc-rol. Dat is tijd duur, hè? Dat is een keukenrol dit. Keukenrol. Of VGI, kom je af. Soms af en toe. Deze. Zo! Ja hoor, jackpot! Wat? Rode oortjes. Ken je dat? Nee. Dat zijn stripfiguurtjes, 18 plus. Ah, wow, dat deed je dus vroeger. Stripfiguurtjes, 18 plus. Allemaal naakt. Ziek, hè? Ja. Ja, maar besef, hier staat gewoon op meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht van deze. En op deze staat gewoon meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. Die vrouw heeft een trompet in de reet.
in ieder geval. Zijn we even kijken? Yo. Ja. Ja, hé. Wat? Dat trompet spelen op de... Hoe toevallig is dit? WK 2006, de feiten. Zo, dit is wel echt serieus toevallig, hoor. Kijk dan. Oh, die beker is echt zo legendarisch. Ik vind deze echt heel erg mooi. Zo, kijk dan eens eventjes. Hoe toevallig is dit? Wat geinig. Zo, Europees kampioenschap 88. Het complete verhaal. Kijk dan, complete met een K. Nederland Europees kampioen. Wow, kijk dan, Ruud Gullit. Kijk eens. Wow, die haren. Ik vond het zo vet altijd. Kijk hoe legendarisch het eruit ziet. Ik vind het echt heel vet haar. Gruwelijk. Zo, hier heb je hem weer. Hoe mooi is dat? What? Het is wel gaaf om te zien, hoor. Zo, ik vond deze shirtjes van het Nederlands elftal zo ontzettend vet, hoor. Ongelooflijk. Ja, joh, keihard. Zo, dit is echt een vet boekje ook. Kijk, nu komen we echt serieus bij de interessante dingen, dames en heren. Wat hebben we hier, joh? Wat is dit? Geen idee. Nou, dit is gewoon een fotoalbum. Er kunnen 200 foto's in. Moet je kijken hoe oud die is. Jeetje, Mina. Het is gewoon nooit opengemaakt. Het is gewoon voor een fotoalbum. Allemaal uit. Heb je het allemaal gelezen? Allemaal gelezen, super interessant. Hey, je was aardig lang bezig daar. Ja, nee. Maar dit is wel echt lachen, hè? Het Europese kampioen in WK-feiten. Oh, nee, heb ik helemaal niet meer. Waar heb je? Slaapbaar. Kijk de vlog maar terug. Even kijken, wat zit hier nog meer in? Zo! Kijk eens even, een dvd'tje. Kijk dan! 5 gulden! Wat? Het is gewoon 5 gulden dit! Plakt aan haarlak. Ja, het zit aan... Oh nee, het is een wekker! Oh. Huh? Ja. Wow, kijk dan. Hoe lang je hem zet, zo gaat hij rood. Kijk, 5 minuten, 10, hier, 30 minuten. Wow. Oh, dit is wel best wel satisfying. Eerste dag erbij, ja. 45, nee, 45 minuten. En dan... Maar er zit hier serieus al. Kijk dan, ik heb hem. Wow, dit is geinig, man. 5 gulden, besef. We hadden vroeger hadden we 5 gulden en nu hebben we alleen maar 5 euro briefjes. Toen hadden we gewoon 5 gulden. Vet, man. Wow. Voor jou. Er zit een munt in, bro. Echt? Een Rijksdaalder, of niet? Geen idee. Wacht, laat me zien, laat me zien. Is dit een Rijksdaalder? Ik krijg hem hier, kijk schat, 5 gulden. Zo, nice. Super. Dan moeten we vieren. Ja. Hier. Oranje soesjes. Nice. Lekker, hoor. Gaan we vieren. Ik krijg die munt er niet uit. Is dat een Rijksdaalder? Rijksdaalder. Rijksdaalder? Wow, Rijksdaalder. Zal ik wel een foto ervan maken? Even kijken wat het is. Ja, ik krijg hem niet uit. Ja, maar niet. Maak maar een foto. Ja. Die, wat staat er ook op? Koninklijke Nederlandse munt. Daar heb ik mee samengewerkt. Voor mijn eigen munt. Mijn knolmunt. Dit is een verzamelmunt. Was het echt. Mmm. Lekker sushi. Sushi? Lekker sushi. Mmm. Oh, 18.000 euro. Mmm. Dat moet wel, hè? Oh, sorry. Klein stukje op de lens. Ja, lekker. Ja, is wel lekker, hè? Kun je hem met je nagel eruit halen? Kom maar even. Oh, dat is wel vrij onmogelijk inderdaad. Ja? Nee, joh. Kan alles. Kan het zeggen. Heb je hem? Mag zien. Ja, dat mag wel. Juliana, koningin der Nederlanden. Ja, volgens mij is dit Rijksdaalder. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. 1969. Nou, dit is vet, man. Kijk dan, een autohoes. Dit is voor een Audi A3, A4, A6 of een A8 limousine. Leuk, man. 9 euro. Is die 9 euro? 9 euro. Ja, doe hem weer in ding. Doe hem in ding. Hier, kijk dan, huusje voor kerst. Hier, kijk dan. Hey. Hoogtepunten van het WK voetbal. Ruim 9 uur aan WK-historie. 5 dvd's. Dit is goud waard, man. Dit is echt vet. Voetbalhoogtepunten. Man of the match. Van de grootste helden van de Eredivisie. Superleuk dit. Hey, espresso glaasjes. Ja, die zijn best leuk. Ja. Wow, kijk dit. Ja, weer Rijksdaalder. 5 gulden, alles. Oh joh, die zit gewoon helemaal... Die zit erin. Epoxy. Kijk dan, die zit helemaal erin. In epoxy gegoten. Hoe leuk is dit? Ja joh, dit is een... je 1980, 1971, 1973, 1990. 5 gulden, Rijksdaalder. Stuiven. Wat had je nog meer? Dubbeltje. Dubbeltje. Kwartje had je ook. Ja joh, dubbeltje is toch 25. Een kwartje... Of nee, kwartje is 25 en dubbeltje is 10 cent geloof ik. Ik weet het niet. 1 cent had je ook nog. Goud, ik ben 4 jaar jonger dan jij, hè? Dit is superleuk. Dit zijn oliekrijtjes. Pastel, kijk dan. Prachtig. Oliekrijtjes. Geinig, hè? Niet veel gebruik. En wat zijn dit voor mooie dvd's? Weer voetbal, hè? Zo. Hé, hey, jij ging af. Lekker man, die soesjes.
Mm. En broodjes, hè? Hier. Lekker. Goed broodje. Kijk, ook met oranje dip. Nou, dan heb je een leuke dag. Ja. Nou. Dat was ook echt daarvoor. Oh, daar hebben we Bert. En wat heeft Bert vast? Godverdamme, man. Zo kiekt het. Horrorfilm. Zit hier een doos onder? Die doos kan wel heel interessant zijn. Oh, nee! Alle soesjes. Oh, kijk deze. Ik vind het heel... Ik vind het eng. Ik vind vooral deze ook. Is dat gewoon... Ook dat haar gewoon. Okay. Wel een mooi stoeltje. Kijk! Deze moeten we hebben! Hup! Holland, hup! Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Hup! Holland, hup! Hey, laat de leeuw niet in zijn hemdje... Zo, dit is best moeilijk. Hup! Holland, hup! Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Hup, Holland, hup! Ja, dit is mooi, man. Mooi product, dit. Zal ik hem hier in de grond zetten? Ja. Ja. Zo. Ja, kom. Dat is geen goed teken voor de wedstrijd vandaag. Die staat. Oeh, wat hebben we hier? Doelstenen! Nee, damstenen. Oh. Kijk, damstenen voor dammen. Ik zag die. Ik kan er ook gewoon mee sjoelen, hoor. Ja, hier, dit is wel een damsteen. Zulsteen. Oh, ja. Hier, kanskaart. Oh, Monopoly. Kijk, dat is allemaal geld van Monopoly. Ja, en hier, kanskaart. Ga drie plaatsen terug, ga verder naar af. Naar af? Ja, dat staat er. Ga verder naar af. Ja, kijk dan zo. Dit is oud, hè? Oh, hele oude Monopoly. Dobbelsteentje erbij. Maar waar is die Monopoly dan? Wat is dit? Daar. Monopoly Deluxe. Geld. Geld. Money. Oh, dat is... Oh, dat is dit is echt geld! Ja! Dit is echt geld! Hé, hoor, rustig, man. Ja! Dit is echt geld! Dit is... Ik weet niet, maar wel echt geld. Dit is echt geld! Dit is allemaal buitenlands. Of zo. Ja. Wat is dit? One penny. Leuk, man. Gewoon een geldbak. 1870, 1970. Dit lijkt wel Grieks. 1916. Zo, oude munt. 1904. Vier. Dit zijn hier, Espana. 1904. Espana, 1953, Spanje. Mooi, man. Oude muntjes, gewoon serieus geld. Kom aan. Hoppakee. Ja. Geen 1000 euro, maar die gaan we wel bewaren natuurlijk. Zeker. Zie je, we komen... Oh, dit is hem. Dit is, ja. Kijk dan. Mm-hmm. Monopoly Deluxe. Wow, die is heel oud, hè. Allemaal cd'tjes weer. Zo, kijk dan. Die is wel vet. Wow, deze is heel gaaf. Deze is echt heel erg oud, dames en heren. Wauw. Kijk, hier staat een datum. Doe open. Dat... 76. Ja, 1976. 25, dat is kerstavond. Nee, eerste kerstdag. 25 december 76. En hier staat ook op hoeveel geld iedereen krijgt. Kijk, ja. Je krijgt één briefje van 500, 5 van 100, 6 van 50. Ja, 1976 deze Monopoly. Of Monopoly. Ik weet nou nog steeds niet hoe je het zegt. Monopoly. Bijzonder, hè? Hij is van Freek. En Freek komt uit Friesland. Nou, dat is op zich wel logisch, hè? Vraneker. Freek uit Vraneker. Kijk dan, hier hebben we een Superman boekje. Deze vinden we ook wel eens in de eBay pakketjes, maar dan in veel betere staat. En kijk, hier hebben we Star Wars. Wel vet hoor, die ziet er wel wat beter uit. Donald Duckjes. Ja, heel veel Donald Duckjes. Tom en Jerry. Oh, dat vond ik ook altijd zo leuk, hè. Zo, wat is dit dan? Transformers. Wow, Transformers. Gaaf man, hier hebben we een hele oude van Star Wars. Dit is weer van... Ook Star Wars. Ja, is wel vet. Ja, dit vind ik wel gaaf, hoor. Hey, heb je zin in warme chocolademelk met slagroom? Ja. Jij ook, cameraman? Jij ook? Ja. Niet met slagroom, jij ook? Nee, zeker niet. Dan ga ik het even opwarmen bij Milan. Hey. Kom ik zo super. Terug. Ja, leuk. Dames en heren, het gaat steeds de betere kant op, vind ik in ieder geval. We vinden steeds meer waardevolle items. Kijk, een dienblad. Wat? Dit is wel oud hoor. Ja, handgemaakt 1985 ter Stegen Holland. Ik zeg je eerlijk, is best knap hoor. Ja, vind ik wel. Handgeschilderd hè. Kijk! Hoppa, dit is dus die oude gereedschapkist waar ik het over had. Die iedereen vroeger wel thuis heeft gehad. Ik had hem dus in het blauw, deze is in het grijs. Wow.
Dus dit is echt een hele oude gereedschapkist. Het is echt vet. Dit lijkt wel weer een hele volle doos te zijn met allemaal boekjes. Yep, boeken, boeken en nog eens boeken. Een boekendoos. Zo, en hier de volgende. Wie is dit? Snoeks. Niemand? Nee. Ik zie hier ook wel wat, wat erotische, seksueel zelfvertrouwen. Het zijn allemaal wel spannende boekjes. Dit zijn spannende boekjes. Kijk maar. Die valt wel mee. Twee honden. Twee honden. Reizen, trekken, zwerven. Oh, ja, dat zijn spannende boekjes. Dat zijn hele spannende boekjes. Ja, neem maar. Zo. Wauw. Kijk dan wat hierop staat. Bugatti. Zo. Wat zit er hierin eigenlijk? Zo. Jeetje. Zo, weet je waar me dit aan doet denken? Oh, hij is niet meer helemaal joh. Ik was maar een clown. Maar nu ben ik dood. Dat ken ik helemaal niet. Nee? Ja, alleen dat ik was maar een clown. Moet je vasthouden? Nou, weet ik niet. Wat is dit? Copy plus desktop. En waar gebruik je dat voor? Geen idee. Kan je dat ook even vasthouden? Mag ik ook even? Ja, fijn hè? Ja, fijn. Heel? Super. Holy moly. Het is gewoon één bak vol met allemaal wol. Een wolbak. Dat kan denk ik naar de kringloop, toch? Ja, denk ik ook. Daar worden mensen wel blij van, hoor. Hier weer een boekendoos. Kijk dan eens even. Zo, de prooi van de tijger. Hoppakee. Net hoor. De zeven Russen. Hoeveel boeken er wel niet op aarde gemaakt zijn, hè? Ja, maar die kom je niet altijd tegen. Maar dit is het beste boek. Antibacteriële snijplank waarop bacteriën voor 99,9% geïnactiveerd worden. Geïnactiveerd. Ja toch? Dat kan een mens toch allemaal verzamelen, hè? Dat is ongelooflijk. Zo, kijk eens. Dit is een hele oude klok. Zo. Dat is echt een hele oude. Misschien is dat nog wel wat waard. Nou, ik kan jullie vertellen, dames en heren. We gaan een aardig rap doorheen door al die dozen. En over het algemeen... Zo, deze zijn wel heel vet hoor. Kijk, sprookjes. Maar heel veel sprookjes. Allemaal verschillende, zie je? Kijk eens even veel. Maar dit zijn niet alleen boeken wat hierin zit. Namelijk ook kousen. CD's van Van Velsen en Michael Bublé. Hier, er zit wel wat moois veel in, bro. Ja. Hey! Fabrizia. Zo, dit is een ouwe. Kijk eens even. Jeetje, Mina. Die zit er nog in ook. Prank. Voor vanavond? Kaarsje erbij? Gezellig. Help, ik zit in een doos. Oef! Dames en heren, jeetje, Mina. Wat heb ik toch ook weer allemaal gekocht, joh. Ongelooflijk. Hier een trekker voor Luciano. Nieuw-Holland. Ook niet verkeerd. Dit is voor de badkamer, geloof ik. Ja, tuurlijk. Jungle Book van de badkamer. Hier, Dick Trom. En Barba Papa op reis. Met nog een puzzelboekie. Een dierenpuzzel. Kijk ik veel Barba Papa vroeger? Ja, kijk ik veel Barba Papa? Kijk eens, nog meer boeken. Dit is een stoel. Een hoekige stoel. Weet jij waarvoor dit is, schat? Zodat je aan twee kanten kan zitten? Of? Nee, zo om in de hoek van de kamer te zetten. Ah, of als iemand straf heeft, ga jij maar even in de hoek zitten. Ja. Dan kan je deze precies in de hoek zetten. Ja, dat zou maar zo kunnen, toch? Dat zou wel over zijn, hè? We hebben hier weer een mooie zak met knuffels. Die kunnen we allemaal doneren. Helaas. We hebben niet zo heel erg veel mooie spullen gevonden. Maar de helft van de bus die staat nog vol. Dus dat doe ik een andere keer. Het is nu namelijk hoogste tijd om naar Jaarbeurs Utrecht te gaan. Daar gaan we namelijk Nederlands elftal kijken. Let's go! Ik heb er zin in, man. Beetje enthousiasme! Hey! Oh, wacht. Op, hè? Zo. Hij is even gewoon naar. Nu ga ik even mijn outfitje laten zien naar jou. Ik ben niet benieuwd. Ben je er klaar voor? Ja. Kijk, op zich, dit is al leuk, toch? Ja. Swaggy. Dit is al Supreme Lamborghini. Ja. Dat is wel vet, maar het wordt nog vet. Nee, echt waar? Oh, ik doe mijn ogen dicht. Ik durf niet te kijken. Hoe vet wordt het dan? Oh. Nou, het shirt ligt achter daar. Oh ja, oh, ja, is echt heel... Oh, je hebt gekeken. Je mag niet kijken. Kijk, dat is een chest. Kijk, dat is een chest. Ja, kijk maar. Ja? Ja. Kijk dan, bro. Ja. Wow, yo!
Oh, zo'n official shirt. Ja, dat is vet, hè? Yo, Galiet. Hey, ja? Als jij bij V1 staat, ja? Dan moet je naar deur 310. Is goed, super. Wij kopen naar deur 310. Ja, is goed, top. Yo. Yo. Ja, het is één grote druk chaos. Over 11 minuten begint de wedstrijd. Oeh, opschieten. Zo, je moet wel een beetje opschieten dan met het shirt aan van je. Ja, maar we wachten ook nog op Sam. Oh ja. Nou, ik ben er klaar voor. Ik ook. Ben je klaar voor? Let's go! Hey, doei jongens! Wacht. Hey, doei! Wacht. Ik zeg 3-1 Nederland. Zo. 1-0 Nederland. Ja, en Marjan? 2-1 Nederland. Oké, 3-1, 2-1, 1-0. 1-0 Senegal. Ja? 1-0 Nederland. Oké, doei! Ja, doei kijken! Doei! Succes en veel plezier bekijken. Oh, doei! Nou, dit is wel... Op doen! Politie! Ik denk nou. Ja, het is hier. Hier moesten we ons melden. Nou, de wedstrijd begint over 2 minuutjes. Nee. Oh, 1 minuut. Let's go! Daar zijn we, dames en heren. Kijk dan eens even. Oh my god. Ik heb jou al 2 keer horen schreeuwen. Je bent net mijn oma. Als hij 5 meter naast gaat, dan schreeuw je nog. 5 keer. Herhaling. Oké, daar gaat hij. Lekker aan het bier. Stiekem ineens met de traptechniek. Nee, dat is appelsap. Wat denk jij dat het wordt? 3-0. Dat denk ik. Jantje. Oké, 3-0. Wat denk jij? Ik denk 3-1. Dat is ook Zo, dat was hem alweer, dames en heren. 1-0. Oh my god, wat een zieke kopbal, hé. Ongelooflijk. Super netjes. Was ontzettend gezellig. En we gaan er weer vandoor. Of nee, toch niet. Oh my god. Opeens 2-0. Davy Klaassen. Ik zei 1-0. Ik ga naar de wc. Ik wilde net de auto pakken. 2-0. What? Oh my god. Mooi doelpunt. We gaan er nu snel vandoor. Dat was echt in één keer uit het niets. 2-0 nog op het einde in blessuretijd. 8 minuten blessuretijd kwamen er ook gewoon bij. Wij dachten, eigenlijk heel slecht. 1-0 komt helemaal goed. Ze hebben dit in de broekzak. Ook al was het de wedstrijd over te discussiëren. Maar 2-0, dikke vette piece. Heel erg blij mee. Niemand van ons had het goed qua voorspelling. Maar ik ben heel erg blij dat ze hebben gewonnen. En ik dacht nog even naar de wc. En dan snel er vandoor gaan voordat we volop in de file staan. En het kwam nog de 2-0 toen ik net van de wc kwam. Dus dat was echt een mooie verrassing. Heel erg blij met het eindresultaat. En heel erg blij met wat we vanavond gaan eten. Ik ga straks ook nog even een paar pannenkoekjes bakken. Maar dit wordt wel echt genietorn. Ik ben helemaal vast. En Virginio die gaat vanavond hier blijven slapen. Ja, dit is altijd zo met de eerste pannenkoek. Nee, dat heb ik nooit. Oh. Maar maakt niet uit. Oké, dat gaat niet helemaal goed. Maar deze ziet er wel goed uit. Kijk dan. Hoppa. Oh, die is perfect. Zo. Die is heel nice. We gaan lekker pannenkoekjes eten. En omdat Noël pannenkoeken niet zo lekker vindt, ga jij een lekker pizzaatje eten. Ik heb die gisteren al gegeten. Oh, je hebt gisteren al pannenkoek gegeten? Ik heb ook voor pannenkoek. Oh, dat is echt zo. Heb je echt gisteren al? Ja. Niet. Oh, wij dachten dat hij een grapje maakte. Dat hij een grapje maakte dat je het niet lekker vond. Ja, dat dacht ik dus ook. Nee, dat vind ik echt lekker. Oh, maar je hebt dus echt gisteren gegeten. Ja, wij hebben gisteren pizza. Koude s'avonds. Oh, nou dat snap ik wel. Ja, ik snap het. Goed. Nou, Virginio die komt hier straks apart heen met Sheet en Mandy en zo. En die wilde volgens mij ook allemaal een pannenkoek. Dus volgens mij wordt het hier straks één grote chaos. Maar het was in ieder geval heel erg leuk vanavond. Ik heb genoten. Sorry.
Zo, nice. Nou, je brengt de kinderen weg. Ja. Waar is je niet? Dat weet niemand. Oh, echt? Nee, echt, hij heeft ook niet gereageerd. Dus oh. Ik zet hem wel af. Nou, dan jij blijft hier niet slapen, hè? Hey, hoe kom je aan dat geld? Leg ze uit. Wat heb je gedaan? Stickers verkocht. En die stickers waren eigenlijk gratis. Deze. Maar jij hebt ze verkocht. Ja. En dat betekent, jij bent ondernemer vanavond. Misschien meer dan 30. Echt waar? Misschien. Wat? Was die was ook daar. Dit dan. Wat? Dit heb je allemaal door stickers te verkopen die eigenlijk gratis waren. Ja. Nou, we gaan pannenkoeken eten en pizza. Ik heb er ook wat later. Eigenlijk zijn pannenkoeken smerig. Eigenlijk zijn pannenkoeken smerig? Ja, het eten dat hier toch gewoon? Ja, maar jij eet het thuis nooit? Nee, jawel. Wat? Wel. Nee? Bij mij wil je altijd pannenkoeken. Nou, mijn grote vriend blijft slapen vanavond. Let's go. Vliegtuig meegenomen. En je brengt nu al de tent af. Al jouw spullen heen. Ah, top hier, kom maar. Leg meteen op zijn slaapkamer. Nou, hier kan je slapen, maat. Ja, leuk. Kijk eens, ik had net al even alles van het bed afgehaald. Ik leg je tas hier neer. Ja. En ik ga... Oh, wat heb je vette schoenen bij je, man. Ja. Damn. Check, dit is even veel. Heel nice. Die heb ik al heel lang, maar ik draag ze nooit. Oh, clean, man. Nice. Vind jij pannenkoeken wel lekker? Gelukkig. Ik ben Virginio en ik eet poedersuiker met pannenkoek. Ja. Lekker man. Lijkt net suiker. Ja, ik geef je groot gelijk. Wil je er ook een beetje bij mij op doen? Niet zoveel als bij jou, maar... Gewoon een beetje is genoeg. Oh, doe maar toch maar zoveel als jij. Want... Zo? Nee, mag gewoon meer, mag gewoon meer. Ja, perfect. Dankjewel, jongen. Kijk eens even. Lekker pannenkoekje erbij. Maaiwe die heeft zoveel pannenkoek gebakken. Hit me home! Hit me home! Nou, ik ben blij dat jij niet blijft slapen. Ik ben blij dat ik al heel vaak heb geslapen. Ja, Milana heeft hier wel het meest geslapen al. Nou, ik denk 6 keer? Nou, ik denk 3 of 4 volgens mij 4 keer. Maar wel 2 nachtjes laatst, hè? Ja, 2 nachtjes laatst, ja. Kijk eens aan, jongeman. Jongeman, dat is eigenlijk heel netjes. Jongeman. Nee. Nou, zij eten dus lekkere pizza, zoals je ziet. Romantisch, hè? Lekker smikkelen. Virginio. Ben je er klaar voor? Ja. Ga je naar bed? Ik heb een pyjamaatje aan. Is je pyjama de knolbouwantie? Ja. Is dat niet veel te warm? Nee. Oké, morgen wordt sowieso een leuke dag. Vandaag was het natuurlijk nogal een beetje kort, omdat we Nederlands elftal hebben gekeken. Ja. En ja, dan was het al avond. En dan uiteindelijk moet je natuurlijk naar bed al in de avond. Dus dan hebben we niet echt een hele dag erop zitten. Dus morgen wordt sowieso een leuke dag. Maar dan ga je die schoenen aandoen. Maar is het niet te warm, joh, die onesie? Oké. Heb je tanden gepoetst? Nee. Ah. Zou hem nog moeten doen, hè? Top, dat gaan we nog doen als laatst. Even de tandjes poetsen. Hoppakee. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo, even lekker tanden poetsen en dan gaat Virginio naar bed. En die blijft slapen. Die heeft morgen namelijk studiedag. Dus voor de mensen die zich afvragen van, hè? Hoezo kan hij op deze leeftijd gewoon door de week bij je blijven slapen? Hij heeft studiedag en dat wist hij vorige week al, dus toen vroeg hij al, mag ik bij je slapen? Dus vandaar dat hij bij ons slaapt. Doe het lichtje eens aan. Ja, dit is echt ideaal. We hebben hier een kleine afstandsbediening. Dan kan je de lichten ermee aanzetten. Dus dat is echt top. Nou, wil je dat ik de deur dicht doe of op een klein kiertje? Kiertje. Oké, is goed. Doe ik op een klein kiertje, ja? Slaap lekker, jongen. Slaap lekker. Tot morgen, ja? Ja. Doei, doeg. Doei. Zo, doe ik hem zo, ja? Ja. Slaap lekker. Zo, dames en heren, ik ga ook lekker mijn mandje in. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.